Afgelopen zaterdag speelde op de toekomst Ajax onder 13 tegen Heerenveen onder 13. En het werd een heerlijke wedstrijd, maar dan vooral voor Ajax onder 13. Want hier is het al heel snel in de wedstrijd. 1-0, een doelpunt door Irakli Yegoyan. Goed afgemaakt op aangeven van Xion Dubois. En hier is Niel Virek. Met een lange bal van achteruit. De doelman Klaverboer van Heerenveen gaat flink in de fout. En dan is het heel makkelijk 2-0 voor Ajax. Het doelpunt van Jaden Banel. Lullig voor Bernd Klaverboer. Maar het hoort erbij als doelman zijnde. Virek. Hier is hij weer aan de bal. Weer met een lange bal. Weer is hij goed. Weer naar Banel. De controle goed doorgespeeld. Divayo Bobsen. En dan is dit een terugspeelbal, zegt de scheidsrechter van de Hulst. Een terugspeelbal. Ja, duidelijk te zien. De nummer 8 speelt hem. En dan is het Bobsen met een pegel onderkant lat. En het is 3-0 voor Ajax. Zo doe je dat. Zo'n indirecte vrije trap. Voorzet vanaf links. Bal lijkt afgeslagen. En Brandes dan met een schot van afstand. En daar is dan Klaverboer die zijn foutjes rechtzet met deze mooie redding op het schot van Brandes. Dan Heerenveen in een spaarzame tegenaanval. Overtreding hier van Virek en het is binnen de 16, zo oordeelt Van der Hulst. En dus is het een strafschop voor de bezoekers. Van het Loo gaat onderuit in duel met Virek. En dan staat achter de bal Timo Zaal en dan is het 3-1, nog voor rust. Goed binnengeschoten penalty. En ja, dat mag op de foto. Klaverboer met de uittrap. Druk zetten van Ajax. Dit is wat de trainers zo graag zien op de toekomst. Vol onder druk zetten in de eigen 16 van Heerenveen. Brandes dekt ook door, verovert de bal. Dan het paasje naar Dubois in één keer door. Op Oelers, Aurelio Oelers. En het is 4-1 voor Ajax. Goed druk gezet. En goed afgerond ook door Oelers. Hier zit Virek er weer eens tussen. En heeft hij ook weer eens een mooie lange bal van achteruit. Voor het doel, twee man. En daar is het schot van afstand. Mooie knal van Koen Tempelaars. En hij maakt er 5-1 van. Dan nog een hoekschop. Aan het einde van de wedstrijd. En ook die gaat erin. Het doelpunt is van Brusset. Dani Brusset. En hij bepaalt de eindstand op 6-1 voor Ajax tegen Heerenveen.